Dank u wel, meneer de premier. Europa, heb ik er zelf ook naar verwezen, staat op een kruispunt. En het zal het Belgische voorzitterschap zijn die dat mee vorm moet geven. En het is voor ons duidelijk, het zal gaan over een Europa dat beschermt, dat de welvaart versterkt en vrijheid, democratie en mensenrechten verdedigt. En dat Europa moet en zal sociaal zijn. En daarom is de discussie over de herziening van de begrotingsregels, de zogenaamde economic governance, zo cruciaal. Er kan geen sprake zijn van een terugkeer naar een beleid van besparen, besparen en besparen. En meneer Botenja, u bent verkeerd geïnformeerd. Als er nu één lidstaat is die erg strak staat op het standpunt dat we ondertussen in het Europees Parlement hebben ingenomen, met name ruimte voor investeringen, ook sociale investeringen, publieke voorzieningen en een duurzame transitie, is het België. En er is een heel belangrijke taak voor u, meneer de premier, om het barslechte standpunt van de Raad om te buigen naar een beter standpunt. En mijn collega Lamberts heeft er al naar verwezen, in die transitie kan er geen sprake zijn van een pauzeknop, meneer de premier. Dat was toch een beetje een faux pas. Het is trouwens ook echt een valse keuze. Het gaat niet over of natuur, of de boeren, of een ambitieus klimaatbeleid, of onze industrie. Ze gaan hand in hand. Wat wel belangrijk is, is dat we in Europa eigenlijk nog de middelen niet hebben, de publieke middelen hebben, een soort van Europees investeringsfonds, om de lat voor alle lidstaten gelijk te leggen en ervoor te zorgen voor twee belangrijke dingen. Eén, een echt industrieel beleid dat de industrie in Europa houdt en ervoor te zorgen dat in die transitie iedereen mee is. Ook de mensen die vandaag de middelen niet hebben om hun huis te renoveren of een elektrische wagen te kopen. Trouwens, daar moeten we voor beter openbaar vervoer zorgen. Laatste punt, heel belangrijk, onze verantwoordelijkheid, geopolitiek. Oekraïne als één man of één vrouw achter Oekraïne blijven staan en onze beloftes waarmaken. Meneer de premier, het zal heel belangrijk zijn om diezelfde moed en diezelfde eensgezindheid ook aan de dag te leggen als het gaat over het conflict Israël en Hamas. En ik weet dat daar het Belgische standpunt goed is. Laten we ervoor zorgen dat de onmiddellijk staakt het vuren en toegang tot veel meer humanitaire hulp een absoluut speerpunt wordt van dit Belgische voorzitterschap. Ik wens u heel veel moed en al onze steun. Dank u.